afgelopen jaren is het in de Achterhoek kurk en kurk droog geweest. En dat heeft wel heel veel soorten dramatisch uitgepakt. Bijvoorbeeld voor de beekprik. In heel veel beken kan je hem niet meer vinden. En is die misschien wel helemaal uitgestorven. Vanmiddag gaan we toch nog een poging doen om te kijken of die ergens zit. Maar andere dieren varen daar weer wel bij. Want amfibieën bijvoorbeeld, die leggen eitjes. En die eitjes worden opgegeten door die vissen. En als die vissen dood zijn, dan krijgen die amfibieën extra de ruimte. Ik vind het altijd wel een beproeving zo'n pak aantrekken. Ja, is het ook. Jij bent er natuurlijk weer een stuk handiger in dan ik, maar goed. Nou. We zijn hier midden in de Zumpen. Ja. En dit is een Zumpen. Wat is een Zumpen? Sompig. Dit is de Zumpen. Ja. De Zumpen is dus sompig. Sompig. Nou, dat klopt hier wel. Je veert hier gewoon op en neer als je... Ja. Niet voor niets heet dit natuurgebiedje de Zumpen. Het is een doolhof van poelen, sloten en broekbossen die bijna permanent onder water staan. Een klein deel van het gebied is in bezit van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. Vrijwilligers doen het onderhoud en met succes. Er groeien veel zeldzame soorten. De Zumpen is zo bijzonder dat het wordt uitgebreid. Het natuurgebied wordt maar liefst 5 keer zo groot. Want dit is een heel oud natuurgebiedje vlak bij Doetinchem. Ja. En hier zitten heel veel amfibieën. Hier zitten heel veel amfibieën. En ook bijzondere amfibieën. Zoals? Bijvoorbeeld de kamstalamander. Dat is een beschermde soort. Kom je maar heel sporadisch tegen. Dus die kans dat we die gaan zien is... Is heel klein. Wat een geluiden om me heen. Het bos is al lang wakker. Ik ben hier voor mijn eerste uitzending van Buitengewoon. En een prachtig moerasbos in de Achterhoek. En ik ga op ontdekkingstocht door de moerasbossen, beekbegeleidende bossen. Die zijn ontzettend zeldzaam in Gelderland, maar ook in Nederland. En heel waardevol voor het ecosysteem. Hier komt prachtige flora voor, hele bijzondere vogels, oud bos. Voor mij wel een ontdekkingstocht, want ik ken de Achterhoek niet heel erg goed. Ja. Ja, je hoort ze zelden, maar ik zie hem toch. Een middelste bonte specht. Ja, wat kleiner als de grote bonte. Hele mooie zalmroze kleurige broek. Wat bijzonder is, is ze zitten niet echt recht op tegen de stam, maar meer op de horizontale delen van de boom of het tak. En loopt daar dan heel rustig overheen op zoek naar voedsel. Nou, als ik jaren geleden had gezegd dat ik hier een middelste bonte specht had gezien, zouden mensen echt zeggen, je bent niet goed wijs. Want vanaf 1996 ongeveer, is het eerste moment dat die spechten hier gingen broeden. En inmiddels overal hier in de Achterhoek, in dit soort prachtige bossen, is die eigenlijk heel gewoon geworden. Daar waar die in de rest van Nederland langzaam opschuift, zou je hem hier toch, zoals hier in Bek en Delle, met enige regelmaat moeten kunnen zien. Roffelt niet zo vaak als een grote bonte specht, waardoor je vaak de aanwezigheid wel hoort in het bos. Maar deze zit gewoon heel rustig op de tak. Ja, op zoek naar ongewervelde diertjes tussen het schors.
Ja, het is natuurlijk zo, als je wilt weten wat er in een poel of in een natuurgebied zit. Ja, dan moet je wel. Zul je af en toe moeten verstoren. Helemaal zonder gaat dat dan niet. Het is voor de wetenschap. Maar je kunt natuurlijk alleen beschermen wat je weet wat er is, hè? Ja, dat is waar. Het is voor de goede zaak, jongens. Ja, klein offer voor een lang leven, hè? Hoe ziet die kleine salamander er eigenlijk precies uit? Want straks dan heb ik er een, maar dan gooi ik hem gewoon weer weg. Ja, dat is... Even kijken hoor. Nou, ik zal je hier laten zien. Heb je er een? Ja. Een klein, zeg maar... Ja, er zijn ook mensen die verwarren hem wel met een hagedis. Ja. Nou, maar dan, het is natuurlijk geen hagedis, want een hagedis is een reptiel. En een salamander is een amfibie. Oh ja. Ja, mooi hè? Ja. Fantastisch. Ik wil er toch zelf even vangen. Ja, dan moet je even goed je best doen. Ja, ik ga mijn best doen. Kan mij niet schelen hoe lang het duurt. Zorg dat je heel veel geluk hebt. Doe iets leuks voor jezelf. Oké. <Okay. laughs> Harm, zet hem op. Wat vind jij nou zo super mooi aan amfibieën? Nou, ja, ik ben eigenlijk als kind eigenlijk al begonnen met visjes vangen en kikkers vangen en zo. En een opblazen. En ik, ja, bijvoorbeeld. Echt? Zielig. Namens alle kikkers? Nee. Sommigen worden volwassen en die gaan heel wat anders doen. Ja? Ja, die mensen bedoel je? Ja, sommige mensen worden volwassen en die gaan heel wat anders doen. Die bemoeien zich er nooit meer mee. Maar die weten ook niet hoe de natuur in elkaar zit. Mm-hmm. Ja? En ik ben gewoon boeken gaan kopen. En nog meer boeken en nog meer boeken. Ik ben er van alles over gaan lezen. En ik ben er gewoon in gebleven, zeg maar. En ja, vandaar dat ik nu hier loop al 20 jaar. Ja, maar je kijkt er wel heel blij bij. Dus volgens mij vind je het een goede keuze van jezelf. Ja, want ik vind het wel heel belangrijk dat je dus weet hoe de natuur waar wij dus in principe van leven. Hè? Want de zuurstof die jij inademt, ja, komt wel hier vandaan. Hè? Ja, en uit de oceaan, maar ik snap je punt. Ja. 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 Ja, dat zijn dus zeg maar de natuurlijke stofkringlopen. Ja. En die zijn wel ontzettend belangrijk voor mensen. En daarom is het ook belangrijk dat er een heel mooi oud natuurgebied vlakbij de bewoonde wereld is. Ja. Bosanemoon, pinksterbloem, slanke sleutelbloem. Ja, als die Achterhoekse bossen ergens onbekend staan, is het wel die uitbundige bloei van die voorjaarsbloemen. Ja, en ik lig hier aan de rand van een moerasbos, waar af en toe het water omhoog komt, naar beneden gaat. En dat is de ideale plek voor onder andere bosanemonen, familie van de ranonkel, om hier te groeien. Voldoende voedingsstoffen. Ja, op de plekken waar voldoende voedsel staat en waar veel schaduw is, doet deze het goed. En hij bloeit nu omdat alle bomen rondom mij, eik, beuk, nog niet in het blad staan. Dus over een aantal weken is dit helemaal, ja, zitten al die bomen in het blad, is die donker. Hebben deze bloemen al gebloeid en zijn ze eigenlijk al klaar voor volgend jaar. Ja, dat is toch wel een mooi plaatje, hè? Zoveel verschillende soorten op zo'n mooi klein stukje. Net aan de rand van de moerasbos. Hé, jongens, ik heb er een. Ja, hij wel. Een kamsalamander. Oh, echt? Kijk eens. En wat een joekel, hè? Het is een vrouwtje. Hoe zie je dat zo snel? Dat zal ik jullie uitleggen. Kijk, het mannetje heeft in deze tijd een kam op zijn rug. Ja, vandaar de naam. De kamsalamander. Ja? En het vrouwtje, ja, dat kan je wel zien. Je hebt net die kleine watersalamander gezien, dat vrouwtje. Ja. Nou, dit is een vrouwtje van een kamsalamander. Nou, dat maatverschil, dat kan niet missen. Dan wauw. Hoef je verder geen boek voor gelezen te hebben. Hou nog eens op, want het is bijna een mini-varaan. Moet je kijken, man. Wat een gigantisch beest. Ja. Wauw! Want daarbovenin rechts, dat is de kleine? Dat is het vrouwtje van de kleine watersalamander. En die dikke tor? Die dikke tor, dat is de grote spinnende watertor. Die is echt mooi. Dat is de grootste waterkever van Nederland. Die wil eruit? Ja, die kan ook vliegen. En afgelopen zomers, toen waren dus al die poelen opgedroogd. En toen vonden heel veel mensen vonden hem ook. En die vroegen van, wat is dit? Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Maar ze kunnen dus gewoon overal naartoe vliegen. Maar ja, als het niet hoeft, doen ze het niet. Nee, nee. Ja. In principe blijven ze gewoon in het water zitten.
Dit is een beetje de paartijd van die salamanders in het voorjaar. Ja. Hoe doen ze dat zo'n beetje? Ze gaan allebei naar het water, naar het voortplantingswater. Mm-hmm. Daar ontmoeten mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar daar. In het water paren ze dus. En het vrouwtje, als ze de eitjes legt, die vouwt die eitjes in een blad samen. Mm. En die legt ze één voor één. Anders als bijvoorbeeld de bruine kikker, die legt een heel kikkerdril. Ja. En salamanders, kamsalamanders en kleine watersalamanders, die vouwen de eitjes individueel één in een één blad. Eén voor één, zo keurig. Ja. Mooi is weer. Maar daar doen ze ook, zeg maar, wel een paar maanden over, hè. Ze zijn even bezig. Ja. Goh. En dan die eitjes die liggen in het water. Ja. En die komen langzaam uit in het water. Ja. En dan heb je mini salamandertjes. Larven van, ja, van een salamander. Aha. En die zijn dus echt ook, zolang ze larf zijn, zijn ze dus echt ook vast aan het water verbonden. Die komen niet uit het water, de larven. Dus met zo'n droogte, dat is echt rampzalig dus. Die gaan dan door. Ja. Als de poel droog valt in het voorjaar, dan gaan de larven van een salamander, maar ook van een kikker, die gaan dan door. Als je zo naar die salamanders kijkt, die zien er heel goed uit. Het leek net bijna te mooi om waar te zijn. Jij staat met je schep net, hup, salamander, maar dat was echt waar. Je hebt hem hier uitgehaald. Ja. Zegt dat nou iets over de kwaliteit van het gebied? Ja, dat wil dus zeggen dat het hier heel schoon water is. En dat zeg maar, dit echt een optimaal leefgebied is voor de kamsalamander in het bijzonder eigenlijk. Ondanks alle vervuilende landbouw eromheen, ondanks de druk van de bewoners, ja, gaat het gewoon goed. Ja. En word je daar heel blij van? Daar word ik heel blij van, ja. Nou, daar word ik echt heel blij van. Dat is wat blijer. Ja, daar word ik echt heel blij van. Ja, nee, dat vind ik echt heel bijzonder dat dat hier kan. Ik zou bijna officieel zeggen, welkom in Buitengewoon Tuimen. Ah, dankjewel. Ja, hoe voelt dat? Ja, best bijzonder zo'n eerste keer. En waar ben jij heel goed in? Je weet natuurlijk alles, maar dan ben je altijd in een paar dingen nog extra goed. Ja, ik vind spannende onderwerpen leuk. Dus als iets onder water gebeurt, bijzondere plantjes, beestjes. Niet het hele basis, maar wel om mensen gewoon even iets leuks weer te laten zien. Misschien. Wat zou jij, maar we gaan een heel seizoen maken samen en misschien nog wel heel veel jaren. Wat zou je zelf het leukste vinden als dat lukt, richting die kijkers? Eigenlijk gewoon puur te laten zien hoe mooi Gelderland is. Want je komt echt op plekjes waar volgens mij mensen nog nooit zijn geweest. Waar ze denk ik wel een keer heen willen. Sommige gebieden zal dat niet mogen, andere wel. Ja, ook gewoon de eenvoud. We zitten hier langs een prachtige beek en die ligt hier al honderden jaren. Ja. En, maar ik denk dat heel veel mensen niet weten waar dit is. En, gaan we dat verklappen of houden we dat geheim? Nou, sommige plekjes mogen ze best weten. Andere houden we zeker geheim. Ja, we gaan samenwerken. Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden, waar je echt niet tegen kan? Nou, dat denk ik niet. Nee, niks? Nee. Volgens mij kan ik veel hebben. Nee, dat je echt gewoon overal tegen kan, maar niet uit wat je doet. Ik gooi terug, hè? Dat tot nu toe niet. Nee. Oh, jij hebt een grotere oma. Ik heb een grotere tak. Ik wens je een heel fijn seizoen en ja, ik vind het echt super gaaf dat je meedoet. Ja, dankjewel. Ik vind dit nou typisch zo'n voorbeeld, een klassiek voorbeeld, hoe zo'n beek door het landschap heen moet meanderen. Met ook nog eens een keer op de achtergrond een prachtige stijlwand waar de gaten van een ijsvogel in zitten. Ja, wat doe ik dan? Ik ga gewoon even een poosje aan die rand van de oever zitten. Een beetje eigenlijk mijn geluk beproeven. Kijken of ik een grote gele kwikstaart of een ijsvogel te zien krijg. Dat zijn soorten die profiteren van deze traag stromende beekjes die vol met vis zitten. En wacht, ik hoor er één. Ja. Ik hoor een ijsvogel. Een mannetje met een visje. Ja, gaaf. Ik wist dat het moment zou komen. Ja, wat. Ja, super gaaf. En naar binnen. Hoppatee. Wat je ziet is dat het mannetje komt aanvliegen met een visje. Vliegt de nestholte binnen. En geeft dat vrouwtje als dank voor het broeden een visje. En het vrouwtje is iets verderop op een tak gaan zitten. Na een paar uur broeden, of misschien een uur, en zit zich nu heel rustig te poetsen. En je ziet gewoon haar oranje snavel, onderkant van die snavel, langs dat helder blauwe, met die oranje buik. Ah, ze geniet gewoon even dat ze gewoon in het zonnetje zit, lijkt wel.
Het is echt een prachtig gezicht. Maar ja, het zijn natuurlijk ook de meest kleurrijke vogels die we volgens mij in Nederland hebben. En die komen hier gewoon langs een beek voor. Ja, genieten. Dat maakt zo'n half uurtje zitten langs de beek toch wel weer goed, hè? De droogte heeft ernstige gevolgen voor de beekprik, die nog maar op een paar plekken in ons land voorkomt. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat in de Achterhoekse beken populaties op een aantal plaatsen zijn verdwenen. Oh, dit is een perfecte plek. Ja. Ja, waar je er echt in zakt met je laarzen. Een zachte bodem, dat is heel geschikt voor... Ga ik nu hier een beetje zo in jouw buurt hengelen. Voor een zeldzaam visje dat al de helft van zijn leefgebied in Nederland zag verdwijnen, kan het droogvallen van beken lokaal de doodsteek zijn. Nee? Nee, er zit van alles in nog. Jeetje. Aan waterinsecten. Maar geen beekprikken meer. Nee, verbaas je dat? Ja, op zich, het is een fantastisch leefgebied voor die beekprik hier. Ja, want dit is een beroemde Achterhoekse beek. Ja. Ja, de Ratumse beek. De Ratumse beek. Ja, raten altijd beekprikken. Maar? Ja, de droogte van de afgelopen 2 jaar. 2 jaar tijd drooggevallen? Ja, compleet droog. Ja. En dat is natuurlijk rampzalig voor die beekprik. Ja, het is een waterdier. En een waterdier heeft water nodig om in te leven. Ja. Als het droog is, dan gaat hij dood. En hoe lang kan hij nog een beetje in de blubber of dat er nog een heel klein beetje water is? Ja, ze hebben relatief veel zuurstof nodig. Ja. Het is namelijk echt een soort een beekvis. Ja, als de zuurstofgehalte dalen bij droogval... Als er zo'n laagje water staat, gaat, snel fout, gaat het snel. Dus wat zou je zeggen, een week of 1, 2 en dan is dagen. Het dagen. Ja, jeetje. Er zijn heel veel verschillende soorten crisissen. Maar dit is voor de vissen echt de grootste crisis die je kan verzinnen. Ja, ja, ja. Zou het erg zijn als die verdwenen is, permanent? Ja, dat is een algemene vraag. Is het erg als soorten uitsterven? Ja, de beekprik is wel echt een specifieke een kensoort voor beken. Mm. Dus als hij compleet zou verdwijnen... Ja, dat is zo'n schil, rottig visje, kan schelen. Ja, ik zou dat doodzonde vinden. Maar is het voor het hele systeem ook belangrijk? 1 soort in het hele systeem, het maakt niet zoveel uit. Maar, ja, maar al meer. Die soorten samen, die hele levensgemeenschap, die hele beeklevensgemeenschap... Ja, die geven wel aan dat het goede natuurwaarden zijn. En als dat niet meer er is, ja, dan missen we dat wel. Ik zit nu helemaal vast. Op andere plaatsen in het beekstelsel wist de beekprik de droogte te overleven. Maar het zijn kleine populaties wat de soort extra kwetsbaar maakt. Het verbinden van de verschillende beken is voor de beekprik van levensbelang. Er zaten net 2 beekprikken op dit grindbankje. Nu nog 1. Nou, die andere komt zo natuurlijk weer terug. Maar waarom zitten ze zo stil? Ja, wat ze normaal gesproken doen in deze tijd van het jaar. Ze leggen eitjes. Ze planten zich voort op plekjes waar grind op de beekbodem ligt. Aha. Waar het water snel stroomt. Waar lekker veel zuurstof in het water zit. En daar bouwen ze een nestje. En daar worden eitjes in gelegd. Ja, dat zijn ze nu aan het doen hier eigenlijk. Ja, dat zijn ze, dus dat verse grind wat je hier ziet. Oké, daar gaat hij. Daar worden eitjes ingelegd. Ja. Mooi, hè? Ja, hij zit hier in ieder geval nog. En dat is, dat is mooi om dat te zien. Klein vreugdedansje in jouw geval zou wel op zijn plek zijn. Ja, we zitten natuurlijk wel een flink eindstroom afwaarts waar we net zaten. Nou, hier is nog wel wat water blijven staan in wat dieper kommen. Zelfde beek. Zelfde beek, ja. Dus dan zou je... Theoretisch gesproken kunnen denken, als het weer helemaal vol staat, kan hij ook terugzwemmen. Ja, dat zou kunnen. Het zijn niet hele goede zwemmers. Hmm. Dat gaat waarschijnlijk heel wat jaren duren, maar het zou wel kunnen. De beek is wel vis optrekbaar. Ja, maar jaren ben je weer bezig. Ja, ik denk dat het heel lang kan duren. Ja, jeetje. Maar goed, hij is niet uitgestorven, Matthijs. Dat klopt, hier zit hij nog. Ja. Eigenlijk was ik vanmorgen naar dit voorjaarsplantje op zoek, de witte klaverzuring. Want
ja, die staat toch wel hoog op mijn favorietenlijstje. Is het niet alleen al vanwege de prachtige tekening hier binnen op die bloembladeren. Waarof het lijkt alsof iemand gewoon met een perceel heel voorzichtig roze streepjes heeft geschilderd. Dan wel om ja, de overlevingskracht van deze ja, schaduwsoort, om deze wintergroene klaverzuring heeft bladeren die hier ja, nu naar beneden gescharnierd staan, maar die ook helemaal open kunnen. En dat doet hij om zichzelf te beschermen tegen te veel licht, te veel zonlicht. Ja, deze kom je vooral tegen in ja, wat oudere, donkere bossen. En heeft maar een paar minuten per dag daglicht nodig om te kunnen bestaan. Nou, dat maakt dit plantje, vind ik, heel bijzonder. En dan hoor ik de hele tijd op de achtergrond een soortje roepen van oudere bossen, boomklever. Die heb je misschien wel gewoon in je tuin. Helemaal niet zo heel bijzonder. Maar wat ik nou zo leuk vind, en ik volg hem al een tijdje hier zo net achter waar hij bezig is met zijn nest, is dat je gewoon ziet dat hij terugkomt vliegen met wat ja, leem, klei. En daarmee de nestholte van voorheen een specht of een andere holenbroeder aan dichtmetselen is. Want deze vogel heeft geen nesteldrang, ja ook wel, maar heeft metseldrang. En dat is zo mooi om te zien, want hij is bezig met twee gaatjes boven elkaar. Die ene lijkt al nou ja, bijna klaar. En die andere die is hij ook aan het dicht smeren. En elke keer als hij klaar is met het smeren, gaat hij even op de tak ernaast zitten. Roept hij dat fantastisch mooie geluid, wat je echt heel ver door het oude bos hoort galmen. Ja, op zoek naar een partner denk ik. Volgens mij is hij met het bovenste ding al lang klaar. En is hij nu, omdat hij niet kan stoppen met metselen, gewoon bezig om het gat daaronder ook maar dicht te smeren. Ja, hij blijft een fantastisch gezicht vinden. Een mooie afsluiting wat mij betreft van een dagje Achterhoek. Voor mij een leuke verrassing. Jullie hebben vast nagedacht. Want het klimaat verandert, het wordt steeds droger, of in ieder geval extremer. Extremer, ja. Super nat, super droog, het wisselt af. Ja. Ja. Hoe ga je dit gebied redden van de ondergang? Nou, we moeten het water beter vasthouden. Als het valt, zoals afgelopen winter, was kleddernat. Ja. Dan moeten we het eigenlijk vast kunnen houden, kunnen opsparen. Mm-hmm. Om dan ook in drogere tijd nog water te hebben. En hoe dus dat is echt wel een zoektocht naar, nou bijvoorbeeld stuwtjes aanleggen. Boerenstuwtjes, dat boeren zelf op hun land het waterpeil hoger kunnen zetten of pijlgestuurde drainage. Dat niet al het water in een drainagebuis komt meteen en weer wordt afgevoerd. Ja. Maar dat het veel meer gericht geregeld kan worden. En willen boeren dat ook? Want je hoort bij boeren altijd grondwater moet naar beneden, want anders zakken die beesten weg en beginnen we nou, niet ja, aan. De laatste jaren horen we steeds meer dat boeren ook zeggen van we willen toch heel graag dat water vasthouden. Dus, ook voor zichzelf? Ja, zeker. Ook de landbouw die merkt nu die droogtes, die worden heftiger. Ja. Je moet dat water echt beter vasthouden. Dus zowel van landbouw als van natuur. Ja, dus dat is eigenlijk een goede ontwikkeling. Dat die boeren ook beginnen te begrijpen. Het wordt te droog, dus we moeten met elkaar zorgen dat die natuur blijft en dat daar water in is. Absoluut, ja. Ja, zowel voor natuur als voor landbouw. Eeuwenoude beken. Die hier liggen alsof ze er altijd al zijn geweest. Maar als je dan bedenkt dat na één of twee droge jaren die beek onherstelbaar beschadigd kan zijn. Dat zet je wel aan het denken. Dan weet je ook dat we daar met elkaar, als je mooie natuur in je buurt wil hebben, erg goed voor moeten zorgen. En in de toekomst moeten we wel veel meer gaan genieten misschien van de natuur die dicht bij ons is. Dus wees er zuinig op. Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons buitengewoon platform, buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon.nl